Hey, ik ben Wim. Welkom in Antwerpen. Ik ben barman in Absintbar en we begeven ons in het vrij recente Private Bar. We gaan vandaag voor jullie een klassieke cocktail maken, namelijk de Negroni. Wat eigenlijk een beetje afstand van de Americano. Wat het favoriete drankje was van Graaf Negroni. Die op een gegeven moment in 1919 in het stadje Firenze aan een barman vroeg: maak mij mijn favoriet drankje, de Americano. Maar ik wens daar een klein beetje meer pit in te hebben. Kan je voor mij iets doen? Waardoor de barman de soda vervangde met gin. We gaan starten met het koelen van ons glas. Door het te vullen met gepileerd ijs. Daarna nemen we ons mixingglas. Want het is een geroerde cocktail of een stirred cocktail. Het glas moet goed gevuld zijn. Voilà. En daarna starten we met de Campari. 2 centiliters. Zo. Vervolgens nemen we de vermouth. Zo. En natuurlijk de gin. Voilà. Dit gaan we allemaal goed roeren, zodat we het juiste smeltwater bekomen. Het is ook belangrijk van tussendoor te proeven. Je wilt niet te veel smeltwater, want dan wordt de cocktail te flats. Daarna verwijderen we het gepileerd ijs. Zo. En dan heb ik hier in mise en place een paar grove stukken ijs genomen. Dat zijn heel grote stukken ijs. Waarom? Als je klein ijs gaat gebruiken, dan ga je meer dilution krijgen, dus meer smeltwater. En dat willen we niet. Dus dat mogen grove stukken ijs zijn. Zo. Daarna strainen we alles in het glas. Zo. Als afwerking nemen we een appelsienzeste. En dat nijpen we uit, zodat de olie in de cocktail komen. En dat zorgt voor een beetje een frisse smaak. Een mooie krul. Voilà. Voilà. Klassieke Negroni. Gezondheid.